Hi jongens, hoe is het met mij? Ik ben Jeffrey en welkom allemaal bij de Vrijheid van de Beperking. Vandaag zijn we, zoals jullie kunnen zien, achter mij bij Andy Schouwburg. We hebben namelijk een paar vragen en hij laat zijn nieuwe sportschool zien. Want dat is wel leuk, want hij heeft ook iets heel leuks hier en dat gaan we zo doen. Maar we gaan eerst even vragen, want Andy, ik zie dat jij aardig wat prijzen hebt staan. En kunnen jij me iets over vertellen misschien? Ja, er zijn wel wat prijsjes, ja, maar die zijn niet allemaal voor mij. Sterker nog, eentje is er niet voor mij. Maar, maar die wil ik wel graag vertellen hoe dat is ontstaan. Ik heb een aantal keer een UFC-legende, een echte legende, want iedereen wordt tegenwoordig als legende bestempeld. Mogen trainen. Die heb ik eigenlijk geholpen met zijn voorbereidingen. Veelal staan voor de striking part van een UFC-legende Jose Aldo. Mm-hmm. Nou, als dank daarvoor heb ik een van zijn eerste titels gekregen. Dus dat was wel... Ja, we gaan er even op inzoomen, want dat is gewoon echt mooi, man. Nou, dit is de belt van... Hoe heet hij ook alweer? Jose Aldo. Alvarez Aldo. Moet je kijken, man, dat is toch vreed? Bied je wat stof erop? Ja, dat maakt niet uit. Maar hij blinkt. Hij blinkt echt, man. Kunnen jij misschien een van jouw eerste belts omdoen? Allereerste belts, ja, die liggen volgens mij ergens op zolder, maar wel mijn allereerste. Een van de. Ja, alle titels zijn natuurlijk belangrijk. Maar dit was wel mijn allereerste belt. K1, waarvan ik zeg van, nou goed, daar heb ik echt serieus naam mee gemaakt. Ja. Dat is deze, 6,5 kilo wegende gordel. Een stukje metaal erop, weet je wel, een beetje oud, weet je wel, waardoor het een beetje een retro-achtig, oldschool blik geeft, zeg maar. Nou ja, dit is wel een van de belangrijke titels geweest voor mij, voor de persoon die ik vandaag de dag ben als... Als zijn de kickboxen, maar ook als mensen natuurlijk. Dus, mm-hmm. Ja, fijn om deze nog altijd te hebben. Om terug te kunnen blikken op hetgeen wat ik gepresteerd heb. Dus een van de belangrijke belts. En die daarnaast staat, want dat is ook echt een hele mooie, moet ik zeggen. Ja, zeker. Die is wat lichter van kleur natuurlijk. En die valt misschien daardoor ook wat meer op. Mm-hmm. Tegelijkertijd heeft dat ook een heel ander verhaal natuurlijk. Het was een echt toernooi waarbij ik het heel tactisch had gespeeld. In een toernooivorm waarvan je altijd zegt van dat het geluk een belangrijke factor speelt. Maar ook geluk kun je ook op een bepaalde manier afdwingen. Mooi om te vertellen dat ik mijn eerste belt daar net mijn oudste zoon had gekregen. Mm-hmm. En de tweede keer dat ik de K1 titel won, kreeg mijn tweede zoon. Zeg maar. Die was echt maar een paar dagen oud, dus ik moest weg. Toen mijn vrouw nog op het kraambed lag, omdat ze toch het een en ander had moeten doorstaan. Mm-hmm. De moederkoek liet niet los, dus moest ik naar het ziekenhuis. Een vervelende bevalling geweest. Mm-hmm. Zeg maar. Bevalling niet zozeer, want dat was wel heel vlug, alleen de nasleep ervan. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer door mijn zoon in een vorm van energie gekregen om het om te zetten in daadkracht. En een tweede titel in Japan weten te bemachtigen. Nice, man. Mooie wedstrijden. Daar ook mooie wedstrijden, maar ja, een beetje slordig en factor geluk speelde heel veel een grote rol in deze titel. Mm-hmm. Maar deze heb ik echt serieus goed afgedwongen. En je bent ook wel net zo blij mee. Ja. Nice, man. Max vasthouden? Tuurlijk, deze wel minder zwaar. Nice. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik heb een belt gewonnen. Maar hij moet zeggen, hij weegt wel iets, man. Ja, hij is echt gaaf. Nou, de winst was van korte duur, maar hij heeft hem alweer teruggegeven. Hé, hey, ik ben geen kickboxer, maar ik doe wat ik leuk vind, weet je. Precies, dat is net zoveel winst. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En hoe gaat het met je ook? Want ik weet dat je 28 maart heb je een fight staan in... In Duitsland. Oh, Duitsland! Ik dacht Azië, sorry. Oh. Normaliter is het wel, omdat ik een contract heb bij een bond in Duitsland, in Azië. Alleen, dit voor mensen is het een beetje verkeerd begrepen. Het is een exhibition fight, tegen dat het een demonstratiepartij wordt. Dat doe ik voor een goed doel. De jongen zelf is in de oorlog destijds in de voormalige Joegoslavië, is hij zijn voet kwijtgeraakt. Daarvoor heeft hij nu ook een benefietgala georganiseerd, waarbij hij dus
ja, met mij een demonstratiewedstrijd verzorgd. Daarvoor zitten natuurlijk wel gewoon echte wedstrijden. Mm-hmm. Dus ik mag weer een klein beetje het ringgevoel gaan proeven eind dit maart. Het is alleen maar goed voor mijn toekomst binnen ONE FC. Ja, sowieso. Dus ja, ik ben blij dat mijn oog nu bijna helemaal hersteld is. Mm-hmm. Dus ja, we gaan ervoor. Nice. Ja. En ik zie daar ik zie heel leuk staan. Hè? Heel leuk daar. Ja. Oh, dat ziet er toch leuk uit, jongens. Weet jullie wat dat is? Laat het weten in een reactie. Maar dit is de gym van Andy Sauer. Vet niet. En hier heb je nog meer belts. Wacht even. Kun je me hierover iets vertellen? Ja, het zijn andere belts natuurlijk. Een van de x-aantal die ik heb. Ook opnieuw weer heel stoffig. Dit is een andere Japanse bot waar ik eigenlijk in Japan ben geboren, zeg maar, als zijnde. Ja, K1 Legend, wat ze dan zeggen, weet je. Maar daarvoor heb ik heel eventjes in Japan geacteerd als zijnde shootboxer. Gewoon ben naar binnen gekomen natuurlijk als Nederlands kickboxer natuurlijk. En vervolgens kreeg ik de uitnodiging om deel te nemen aan een toernooivorm binnen het shootboxen. Nou, om het verhaal een beetje in te korten, ik liet een keer K1 Max destijds mis, waardoor Albert Kraus wel mocht pakken, die kans. En die heeft hem toen destijds ook gepakt. Maar ik was wel een klein beetje jaloers natuurlijk op die gozer. Ja. Ja, de grote aandacht, de grote K1, weet je, die pakte hij de eerste K1 Max titel. Mm-hmm. Ik was een beetje jaloers. Mijn trainer destijds vroeg mij van, nou, Andy, wil je dan alsnog naar Japan? Ik zei, ja, tuurlijk, maar dan binnen shootboxing. Binnen het shootboxen. Ik zei, nou, maakt me niet uit als ik naar Japan kan. Yeah. Maar zei hij, ja, je mag er nog eens bij, buiten het stoten, trappen en knieën, mag je er ook nog eens bij werpen en verwurging maken. Alles staan. What the fuck, okay. Weet je? Dus, maakt me eigenlijk geen reet uit. Lang vooral kort te maken, ik won dat toernooi. Terwijl dat niet de bedoeling was vanuit die Japaners. We wilden gewoon een Nederlander hebben die ze opzij konden zetten. Yeah. Ja, lang vooral kort te maken nogmaals. Ik Nederlands kickbox, hè? Ik zette wat soda aan de dijk daar. En uiteindelijk heb ik die titel nog eens 4-5 keer weten bemachtigen. Ook alles in toernooivorm. Dus ja, op een gegeven moment werd ik wel een volleerd ervaren toernooivechter. Okay. Dus twee daarvan zitten hierbij. Twee andere, eentje heb ik bij de kapper in Amsterdam een keer achtergelaten. De andere ligt ergens ook te verstoffen, denk ik. En it's showtime belt, sowieso voor de Nederlanders, ik weet niet voor de jongere generatie of die het nog kennen, maar it's showtime was destijds de Quake Fiver, vergelijkbaar met Enfusion. Ik denk wel op een iets hoger niveau qua exposure. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, daar vochten alle Nederlandse toppers en wereldtoppers die ze uitnodigden. En op het einde, volgens mij was de laatste wereldtitel die ze verdeelden, of nou, niet eens verdeelden, Chris McGimby had die titel. En dat was hun laatste titel, of title bout. Okay. En die heeft nog net weten bewacht, dus die mocht ook nog aan een palmaras toevoegen, zeg maar. Yo, dat is toch gaaf, of niet? Moet je kijken, man, hoeveel belts hij heeft. Hij heeft gewoon hier 6 belts liggen. 6! Doe ik hem niet nou? Ja, goed, ik had te weinig ruimte. Ja, dat is logisch. Maar wie train je hier nog meer? Want ik heb foto's gezien met grote namen. Wie train je hier nog meer? Dus zit ik hier wel op een commercieel vlak, weet je wel, met mensen die gewoon het heel erg leuk vinden om sportief bezig te zijn en even een beetje met de nieuwe gang van zaken, het sporten. Het voetballen is allemaal nog steeds wel gaande, maar iedereen wil tegenwoordig ook kickboxen en handschoenen aantrekken. Ja. En even flink op die zak meppen. Ja. Nou, dat is prima, daar doen we het ook voor. En voor een heel klein select groepje heb ik nog jongetjes die ik, waarbij ik eigenlijk mijn ei kwijt kan, mijn ervaring en mijn kennis. Waar ik mezelf op los kan laten. Maar zo redelijk. Wij zijn nog jonkies, zijn nog geen groot bekende namen. Er komen wel wat bekende namen af en toe een keer over de vloer. Zoals? Kan vanaf van buitenlandse vechters tot. Toevallig laatst hebben we nog de trainer van Aldo nog hier over de vloer gehad. Twee maanden geleden. Een beetje van alles wat. Je, zonder, anders duurt het eigenlijk weer sommige mensen tekort. Okay. Ja, we komen gewoon regelmatig wat mensen langs. Dus, nice, man. Ja. En sorry, maar wij gaan het toch doen. Wij gaan even op dat leuke dingetje slaan daar wat daar staat. Want dat is een. Wat is dat, Andy?
is een boxing equipment. Dit is een boksapparaat, even makkelijk uit te leggen. Ontworpen door mijn bokstrainer Ron Rogers. Dus mocht je wat meer informatie kennen, willen genereren, dan ga even naar Ron Rogers Musclefit Eindhoven. Kan dan via verschillende social media kanalen. Dit is eigenlijk een apparaat wat voor heel veel mensen, voor de leek zeg maar, gezien wordt als kermisapparaat, hè, de zogenaamde boksbal. Zeker wel waar, maar dat is het 1% wat er eigenlijk mee gewonnen kan zijn. Dat is een krachtmeting, zeg maar. Dus de krachtmeting wordt zeker wel gemeten. Maar voor de trainers, met de trainersoog, vallen er veel meer dingen te zien, te ervaren, te kijken en eigenlijk ook te ontrafelen bij hem of haar pupil. En dat is wel super interessant. Ja. Oké. Okay. Nice man. DBTA. Ja. Digital Boxing Technology. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is hier gaaf man. Echt. Digital Boxing Trainers. Oeh, wacht even, hij gaat terug. Oké, top. Nice. Ja. Op de bokser. Ja, je wilt snel warm worden, zie ik wel. Huh? Je wilt snel warm worden, zie ik wel. Normaal. Als ik boos ben, doe het dan, doe ik dit eerst. Oké. Okay. Frustraties eruit slaan. Oké, okay, Jeff. Goed zo. Nou. Yo, ga ik het lukken of gaat het niet lukken? Laat het weten in een reactie, want ik denk dat het mij niet gaat lukken. Choose program. Nou, doe even als, nog steeds als zijnde opwarming. Ja. Doen we dadelijk een rondje alles 5 keer. Nou, je ziet daar verschillende raakvlakken. Ja. Dit zijn voor de directe stoters. Dit gedeelte. Links direct en rechts direct. Gewoon lekker in het midden raken. Dus er één vlak voor gecreëerd. Ja. Nou, dit spreekt natuurlijk voor de linkshoek. Rechtshoek. Bodyshot als zijnde opstoot misschien. Ja. Hetzelfde geldt ook voor de rechtse onderkant. Ja? We doen alles even voor het gemak doen we daar alles 5 keer. Mm-hmm. 5 linkse jabs, 5 rechtse directes, 5 links zoeken, 5 rechts zoeken, bodyshots links en rechts. Goed. Belangrijk om te weten is dat er eigenlijk daar het lampje gaat branden op een random tempo. Okay. Ja, de ene keer kan het een halve seconde zijn, ja. De andere keer een seconde. Allemaal top, alleen aan jou. Om snel te reageren, om je reactietijd zodanig neer te zetten dat je eigenlijk op het einde zegt van hey, kijk eens, hey, ik ben scherp, ben gefocust. Nee, ik denk niet dat dat gaat lukken. Geen stress, we gaan lekker gaan draaien. Kijken. Precies, goed zo. Nou, we gaan even het programma gaan we even instellen op reaction 5 times everything. Start training. Nou, zoals je ziet hier al eigenlijk het apparaat terug op het scherm. Ja. Nou, die wordt dadelijk gewoon, het lampje wordt dadelijk, als er een linkse directe wordt gevraagd, gaat dat gedeelte van het plaatje gaat dan branden en dan moet jij reageren. Oké. Okay. That's it. Ik leid je er wel een beetje doorheen. Dus gewoon nog steeds warm-up, geen stress, gewoon lekker een beetje maximaal focus. Klaar voor Jeff? Ja, zeker weten. Ja, jongen. 3, 2, 1. Succes. Goed zo. Goed zo, Rockietje. Hop. Ja, dan moeten we iets meer power raken, want hij is wel afgesteld op een bepaalde druk. Okay. Gaan we naar rechts direct, Jeff. Goed zo. Naar links zoek. Oeh, power hé, 218 kilo. Oeh, 255, ik ben bijna net zo hard te slaan als Mootje.
Ga naar die levensstoot. De linker stoot naar het lichaam. Kijk, hoor die knallen. Is 247 kilo. 141. 240. Ga naar de rechtse opstoot, rechtse bodyshot. Ai, ai, ai. Gaat ie? Oeh, banaan, banaan. Al rustig. Ja, dat komt goed. En minder power. Nou, dat was hij dan. Gaat ie? Oh joh, normaal oude blessure, dus hè, blijf je houden. Maar we gaan hem eens even analyseren. Analyseren? Nou, je ziet hier onderin de grafieken, de directe stoten zijn nou, redelijk minimaal, zeg maar. Dat is ook een beetje logisch, bepalend door de afstand natuurlijk. En niet te vergeten, de jab is altijd je minst sterke hand. Wel de meest gebruikte hand, vaak als je links voor staat. Maar tegelijkertijd, je ziet wel verschillen in die linkerhoeken van je, die groene balkjes. Ja. Zeg maar, één wat mindere stoot, de rest redelijk hoog. En een percentage verschil van 220 tot en met 280. Ja. 50 kilo verschillen, dus ook niet heel erg redelijk consistent. Maar toch zitten ze boven de 200 kilo, is niet slecht. Daarnaast heb je zeker wel een minder goede rechterhoek. Ja. Dus je linkerhoek is wat beter dan je rechterhoek. Ja, daar zit wel wat meer consistentie in. Ja, terwijl je eigenlijk in een afbouwende fase zit. Van een hele krachtige stoten, dan wat minder, zeg maar. Dan ga je weer terug naar die linkerhand van je, die ook duidelijk weer sterker is dan je rechter. Dan die linkse body shot, maar ook weer een paar piekjes en ook weer een paar echt duidelijk minder sterke stoten. Ja. Kan net op het moment liggen, je reactie, technische vorm. Dat is voor mij altijd als wakker geweest. Maar je zag net al, je blesseerde jezelf, hè, daar had je ook een paar misses, dat zijn die grijze balkjes. Dus wel heel duidelijk. Nou, dan heb je hier eigenlijk een overzicht van een average force, dus een gemiddelde kracht van 126,2 kilo. Je krachtigste stoot is bijna 270 kilo geweest. Je zwakste stoot 32. Hey, die was bij rechts. Aha. Ja, en die vallen hier nog allemaal een keer terug te zien. Hier lager kun je ze eventueel uitmeten. Oh, wow. Kun je ze hier meten. En dit is de power mix. De reactiesnelheid. En hier kunnen we kijken. Zeg maar, jouw linkerhoek. Wat is je average force 221 qua kracht. Ja. En je reactietijd is 1,1. Ja. Nou, een beetje bejaarden thuisniveau, zeg maar. Hé, hey, dus, dankjewel Andy. Dank je. Moeten we even duidelijk maken. Je snelste is net onder de seconde geweest. Ja. En de langzaamste bijna 1,35, zeg maar. Het zijn grote verschillen, hè? Ja. Zelfs met je kracht 134 om 268 is 100% verschil. Dus er valt iets over te zeggen, hè? Kijk, met een trainingsoog en met de kwaliteit van trainers kunnen hier daar trainingsvormpjes op aanpassen of op juist organiseren. Dat is wel een leuk dingetje. Terug naar het overzicht. Average reaction time is 1,5, maar dat komt dat jouw max reaction time op een 7, zoveel zat toen je miste. Er zijn hier twee grijze balkjes hier. Ja. Dus die hebben ervoor gezorgd dat jouw gemiddelde omhoog is gegaan. Belangrijk om te zien en te weten dan is dat die snelste reactie voor jou 0,7 is geweest. Dan zit je op toch een redelijk niveau. Maar die had ik graag overal gezien. Zeg maar, ja, dat snap ik. Alleen maar het is de eerste keer dingen en zo. Dat komt wel, jongen. Komt wel. Yo, ik word ooit net zo goed als jou, man. Dat ben ik 100% zeker. Vooral blijven trainen. Net zoveel prijzen als jij. Precies. Hey, jongens. Als jullie het leuk vonden, laat een reactie achter. Vergeet niet te liken, niet te delen en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van de Vrijheid van Beperking. En later!